Sinterklaas bestaat. Daar staat hij. En hij heeft nog de goede kleur ook, rood. In de ondernemerstest deze keer de Mitsubishi Outlander PHEV. Ja, toevallig had ik een paar weken geleden op de Tokyo Motor Show de gelegenheid om met Kunimoto-san te praten, de nieuwe designer. En ja, die legde alles uit over dit Dynamic Shield. Je zou denken dat dat iets met veiligheidstechniek te maken heeft. Het heeft te maken met die lijnen. Technisch is er eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd aan deze auto. Het gaat vooral om die designveranderingen. Het neus is veel leuker geworden, maar de belangrijkste verbetering is het interieur. Het ziet er gewoon een stuk beter uit. Ja, het zal duidelijk zijn, het is een echt ruime auto. En ja, het standaard onderdeel van deze test is dan de kinderstoelenmogelijkheden. Nou, je ziet het. Isofix. Klik je er zo in en weer eruit. Dus dat is goed geregeld. Je zou denken dat die flippers achter het stuur iets te maken hebben met schakelen en optrekken. Het is eigenlijk precies het tegengestelde. Het is een elektrisch systeem en als je aan die flippers zit, dan gaat hij harder of minder hard remmen op de elektromotor. En dat betekent dat hij meer of minder stroom opwekt zelf terug in de accu-spot. In deze vrij luxe versie zitten toch nog wel wat high-tech veiligheidssnufjes. Je kunt hier allemaal in- en uitschakelen. Onder andere lane departure, dus die in de gaten houdt of je niet van je baan af dwaalt, om het zo maar te zeggen. Ja, waarschuwingen als er iets rondom komt. Afstandhouders die je waarschuwen. En dan heb je ook een achteruitrijcamera. En er zit ook nog een keer een soort bird's eye view bij. Die wordt samengesteld uit een paar cameraatjes rondom de auto. Zodat je als het ware kan zien ja, hoe het eruit ziet van bovenaf. Erg handig. De veiligheidstechniek had nog wel een stapje mogen maken. Hier zit bijvoorbeeld wel een noodstopsysteem in. Maar dat is alleen in de allerduurste versie. Ja, dat vind ik toch wel een beetje een missertje. Dat zit in hele gewone auto's tegenwoordig ook al. Ja, een van de dingen die in de uitrusting ontbreken is een dode hoeksensor. Wat eigenlijk toch ook in deze klasse wel vrij gebruikelijk is. Ik moet zeggen, ik mis hem nou niet, want ik heb alles uitgezet. En je wordt helemaal gek van de piepjes in deze auto. Als je dingen aanzet, wat je ook aanraakt, piep, piep, piep. Hij blijft aan de gang. Ja, dan de knoppen op het stuur. Ja, die kunnen heel verhaal overhouden, maar als je hem ziet, weet je eigenlijk waar het voor is. En dat is eigenlijk goed nieuws. Alles zit erop wat je nodig hebt en ligt ook goed voor het grijpen. En de functies zijn duidelijk. Ja, en dan de acceleratieproef naar 100. Ja, dat brengt ons bij de conclusie. Het is een ruime, hele plezierige auto, comfortabel ook. Hij zal niet meer als warme broodjes worden uitgedeeld, want dat enorme belastingvoordeel van vroeger is er vanaf. Hij wordt nu ook gewoon meer geleased en nou, dan is hij zeker het bekijken waard.